Zie je dat ding niet staan, hè? En een goede tijd hebben in zijn aanwezigheid. Vader, dank u wel voor wat u doet vandaag. Dank u wel voor wat u doet in ons leven. Heer, dank u wel dat we op weg zijn met u om in het plan voor ons leven te wandelen. Dank u wel voor uw goedheid, dank u wel voor uw aanwezigheid. En we bidden u dat u zal neerkomen met uw geest, zodra wij u aanbidden en u groot maken. Heb een fijne week met elkaar en laat van God groot maken. Prijs de Heer. Halleluja! Can we shout it out to the Lord this morning? Can we shout hallelujah? Amen. The Lord is good. And His mercies are everlasting. Do you believe that this morning? Kan dit? Je ziet toch geen Scarlett staan? Het is koud. Dat is niet eens aan. Ja. Maak er dan aan. Sing, we are a chosen generation.
salvation, call for to show. I know who I am, Lord.
Take a look at me, up on that half a meter. When you see His glory, hey. Say, take a look at me, it doesn't matter. It's when you see His glory. You are good.
Just wanna be with you.
Yes, the world. Yes, the world will bow down and sing, you are God. Sing every man, they will bow down and sing, you are King. So we'll start right now. So let's start right now. Why would we sing? We can praise you now. We can praise. Just wanna be, Lord. Just wanna be with you.
gonna be where you are, Jesus. Sing King of Glory. This morning, let's not wait on the music, let's not wait on the MC to come up. Let's call on the name of the Lord this morning. He is worthy of a praise. Oh, he is worthy of all the worship. We give you a hallelujah, Lord. Give you the hallelujah. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Jesus, we worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Oh, Jesus. Sing all the saints and angels, they bow before your throne, singing all the elders, all the elders cast their crowns before the Lamb of God. Can we sing it again? Sing all the saints and angels. All the saints and angels. They will bow before your throne, Lord. Bow before your throne. Singing all the elders. All the elders. They will cast their crowns before. Sing, you are worthy, you are worthy of it all. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. So worthy of the praise, so worthy of the worship. From you are.
U verdient alle eer. U verdient alle glorie, Vader. Wij eren uw aanwezigheid, Heer. Dank u wel dat u deze ruimte vult met uw aanwezigheid. U bent zo waardig. U bent zo geweldig, Heer. We prijzen uw naam. We prijzen uw naam. Heer, dank u wel. Dank u wel voor alles wat u voor ons gedaan heeft, Heer. Heer, u bent zo geweldig. U bent zo waardig. Heer, het is een eer dat u bij ons bent. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Vader. Yes, Jesus. 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 You are worthy of it all. Of een paar tellen om in uw eigen woorden Jezus te aanbidden, te zeggen tegen hem: ik hou van u, Jezus. Ik hou van u, Jezus. U bent zo geweldig. Dank u wel voor uw aanwezigheid in mijn leven. Dank u wel voor uw aanwezigheid in onze kerk. Wij eren u. Wij aanbidden u. We worship you, Jesus. Vader, dank u wel. Vader, dank u wel. Prijs de naam van Jezus. Is het niet geweldig om in de aanwezigheid van God te zijn? Isn't it amazing to be in the presence of God? Daar waar God is. There where God is. Daar waar zijn aanwezigheid is. There where his presence daar is vrijheid. There's freedom. Daar komen mensen in vrijheid. People come in freedom. Als er één plaats is om van God te ontvangen. If there's one place to receive from God. Zullen we onze handen omhoog steken? Let's lift up our hands. En laat ik kort bidden. And let's pray shortly. Dat God u aanraakt op de plek waar u problemen heeft. That God will touch you at the place where you have problems. Misschien in uw lichaam. Maybe in your body. Misschien in omstandigheden. Or your circumstances. Misschien heeft u bepaalde situaties dat u in een bepaalde druk zit. Or situations that put heavy pressure on. Misschien heeft u problemen met angst. Maybe you have problems with fear. Of kunt u niet goed slapen. Or you can't sleep well. Laten we daarvoor bidden. Let's pray for Want that. In zijn aanwezigheid. Because in his presence is alles mogelijk. Everything is possible. Vader, dank u wel dat u hier bent met uw geest. Ja, en ik wil bidden dat u met uw geest langs de mensen gaat, langs de omstandigheden gaat van mensen. Heer, en raak mensen aan nu op dit moment, Heer. Heer, ook de mensen thuis. Heer, raak ze aan, Vader. Heer, want u bent een liefhebbende God. U bent een goede God. U wilt dat het goed met ons gaat, Vader. Heer, en ik wil bidden dat een ieder
die nu zijn hart omhoog heeft naar u en gelooft in uw aanwezigheid, in de aanraking van u, Heer. Heer, dat u iets wonderbaarlijks doet in het leven van mensen. Nu in de naam van Jezus. Heer, wij ontvangen dat. Want we weten dat u een gevende God bent en dat u wilt geven. Heer, wij ontvangen dat. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Prijs God. Prijs God. Laten we God een klapoffer geven. U mag gaan zitten. You can take your seat. Nogmaals, welkom iedereen. Welcome once again. Ook de mensen thuis, welkom. Also, the people at home, welcome. Fijn dat u bij ons bent en dat u naar ons kijkt. We're glad that you're with us and that you're watching. En we hopen dat u geniet van God. And we hope that you enjoy God. En voor alles wat hij vandaag nog wil gaan doen. And everything that he wants to do today. We zijn bijna in de maand december. We're almost in the month of December. En we zijn bezig met een actie. And we are busy with an action. Love in action. Love in action. Wie is een beetje excited over wat God aan het doen is? Who is excited about what God is doing? Nou, het is heel belangrijk. It's important. Dat u vanaf nu, of that misschien bent u er al mee bezig. Starting from now, or maybe you're already busy with it. Goed gaat nadenken. That you think. En dat u ook goed gaat bidden. And that you pray. Dat er één persoon is waarvan u denkt, die heeft zo'n doos nodig. That you have one person on your heart that you know of that needs a box. En we hebben de slogan. We have a slogan. Each one reach one. Iedereen bereikt iemand. Dus het is de bedoeling dat ieder van u. So it means that everyone. Eén persoon gaat bereiken. Will reach one person. Nou, het moet wel iemand zijn waarvan u weet van it die heeft het echt nodig. Someone who is really in need. Bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met vijf kinderen. A single mom with five nou, children. Die kan wel wat extra's gebruiken met kerst bijvoorbeeld. They can use a little extra with Christmas. Of iemand waarvan u weet van die heeft echt een heel vervelend jaar gehad. Or someone you know of that had a terrible year. Er zijn misschien wel vervelende dingen gebeurd. Maybe terrible things happened. En die zou ik willen bemoedigen met een kerstpakket. Encourage that person with a Christmas box. En als u dan zo'n persoon weet, and if you know a person like that, dan kunt u die persoon opgeven. Then you can sign up that person. Achter bij de registratiebalie in the back at the information booth, kunt u de naam opgeven en de gegevens van die persoon. Give their names and their information. En dan zorgen we dat zo'n pakket bij die persoon komt. And then we make sure that the Christmas box will be delivered. Nou, deze week was het cookies, thee en chocolade, toch? Cookies, tea and chocolate. Heeft u dat meegenomen? Did you bring it with you? Als u dat mee heeft genomen, kunt u dat in de box doen onderin. If you brought it with you, you can put it in the box beneath your chair. Nou, als u nou ontzettend druk heeft in deze maand, and if you're very busy during this month, kunt u natuurlijk ook een donatie geven. You can also give a donation. Eén doos kost ongeveer 30 euro, heb ik begrepen. One box is filled with 30 euros of groceries. Dus als u 3 dozen wilt geven, maakt u 90 euro over. So if you want to give 3 boxes, you give 90 euros. En dan kunt u meehelpen om mensen te zegenen. And then you can help to bless people. Nou, volgende week. Next week. Zaterdag, aanstaande zaterdag. Coming Saturday. Hebben we onze huwelijksupdate. We have our marriage update. Hier in deze zaal. Here in this sanctuary. En u kunt zich daarvoor registreren. And you can register for that. Ik heb begrepen dat er al een mooie groep is die zich geregistreerd heeft. There's a good group that registered already. Maar als je getrouwd bent. But if you're married. En je hebt nog niet geregistreerd. And you didn't register yet. Dan moet je dat zeker doen. Then I would suggest you do that. Als u nou alleen in de kerk komt. If you come alone in church. Maar u bent wel getrouwd, dan mag u natuurlijk ook komen. But you're married, you can also come. En dan misschien dat de partner wel meekomt. And maybe your partner will. Zou mooi zijn. That would be perfect. Prijs God. En nu komt de volgende aankondiging. And now the next announcement comes. All right,
last night we had a tremendous night with the women. Gisteravond hadden we een geweldige avond met de vrouwen. It was an awesome evening. Het was een geweldige avond. And as you know, we are a church that loves some fun. En u weet, we zijn een kerk die van gezelligheid houden. We love fun. We houden van gezelligheid. And regretfully. En helaas. We won't be coming together for end of the year. Zullen we oud opnieuw niet samenkomen? But we made a plan. Maar we hebben een plannetje gemaakt. To still be together. Om nog steeds samen te zijn. And then we're gonna do this corporately. En we gaan dit samen doen. So I wanna challenge all of you. Dus ik wil aan ieder uitdagen. Every week. Elke week. After service. Elke dien na elke we dienst. We will practice this song. Zullen we dit lied oefenen? From 12 to 12:30. Vanaf half 1. Today is from 12 to 1. Vandaag is het van 12 tot 1. And it goes like that for 3 weeks. En het zal 3 weken doorgaan. And from next week. En vanaf volgende week. We will gonna film it. Zullen we het filmen. And after that we will edit it. En daarna zullen we het editen. We're gonna film the office working. We gaan filmen dat we in de kantoor bezig zijn. We're gonna film the preacher preaching. De predikant die preekt. We're gonna film the media, our heroes of the year. En de media, onze helden van het jaar. We're gonna film everybody in ministry. En iedereen filmen in bediening. And edit it together. En we zullen het samenvoegen. As a great presentation. Als een geweldige presentatie. And this is a Christian song. En dit is een christelijk lied. That hit the whole world. Dat de hele wereld heeft geraakt. So we're gonna use it. Dus we gaan het. And we have our dancers here. En come on, let's go. So we're going to have a preview. We gaan een voorproefje geven. But we're going to tape it on the streets. We gaan het op straat filmen. With the whole church. Met de hele kerk. So this way we're going to be together anyway. Come on. Dus we zullen toch samenkomen. Misschien denkt u, ik kan niet dansen. Mag u vragen om op te staan? En simpelweg even mee te klappen met z'n allen. Kom op. Hier is waar het allemaal begint. Met simpelweg klappen. En zijn neef gaat jullie nu laten zien hoe simpel het dans is. Bent u er klaar voor? Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht en één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht en één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht en één. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Simpel of niet? Dus dit gaan wij doen, gaan wij jullie allemaal leren. En we gaan met z'n allen een boodschap verzenden. En dat is ondanks de corona, dat Jezus nog steeds hier en redder is of niet? Misschien kan u niet schreeuwen, maar u kan wel dansen. En u kan wel klappen. En u kan hem alle eer en alle glorie geven. Dus nog één keer. In 5, 6, 2, 6, 7 met z'n allen. U ziet het, ik moet het ook nog leren. Dus meld je aan na de dienst. En we gaan 3 weken lang gaan we dit met z'n allen leren en filmen. Are you ready? Om 12 uur. 12 o'clock. Ja, niet zo heel moeilijk, zelfs een houten klaas als It's ik kan het. Too hard. If I alle Nederlandse houten klazen kunnen het ook. Ja toch? Prijs God. Oké, nou we zijn helemaal in de stemming. We're in the mood. Dat betekent dat het tijd is om het offer te geven. Now it's time to give the offering. He, want als er iets is wat we met blijdschap kunnen doen. If it's something that we can do with gladness, is het geven aan God. Then it's giving to God. Ik heb een vers in de Bijbel. I have a verse in the Bible. Wat ik een heel mooi vers vind als I het gaat om geven. I think it's a beautiful verse when it comes to giving. Dat staat in 1 Timotheus 6 vers 17 en 18. 1 Timothy verse 16-18. Er staat dat God ons wil geven alle dingen in rijke mate. Om. God geeft ons dingen. God gives us things. Geld. Money. Of andere dingen. Or other things. Om voor een aantal redenen. Ten eerste om ervan te genieten. To enjoy it. Maar ook om goed te doen. But also to do good. Om rijk te zijn in goede werken. To be rich in good deeds. Vrijgevig te zijn. To be generous. En bereid zijn om te delen. And to be willing to share.
De reden waarom God ons goederen geeft en geld geeft. The reason why God gives us things and money. Zodat we er iets goeds mee kunnen doen. And so that we can do a good thing with it. Nou, en dat is de reden waarom wij als kerk geld ophalen. The reason why we collect offerings. Zodat we uiteindelijk de mensen en u de gelegenheid geven. So that eventually we will give the people an opportunity. Dat er iets goeds mee gedaan kan worden. That there could be done something good with it. Nou, wat ik er net al zei, het is goed om bijvoorbeeld als je het op je hart hebt om iets te geven voor zo'n kerstpakket. It's in the form of giving something to the Christmas boxes, for example. Zodat er iemand mee gezegend kan worden. So that someone can be blessed with it. En geven aan God. And giving to God. Is dankbaar zijn voor datgene wat Hij heeft gedaan in ons leven. Is being grateful for what He has done in our lives. Dus als u kunt in deze kerk op verschillende manieren geven. You can give many ways. U kunt aan de ushers een kaart vragen, een machtigingskaart vragen. You can ask an authorization card at one of the ushers. Die kunt u invullen. You can fill it in. U kunt ook geven bij de giving points, dat you is aan die kant. To the giving points. Daar kunt u geven met alle bankkaarten. And you can give with all your bank cards. Maar u kunt ook bijvoorbeeld met uw camera scannen op het tikkie. But you can also scan the QR code. Tikkie QR code, ja. With your camera. En dan automatisch kunt u geven. And then you can give. En als u bijvoorbeeld een wat oudere camera heeft en dat niet lukt. And if you are not able to do that. Kunt u natuurlijk gewoon met de app overmaken op het bankrekeningnummer. You can also use the account number to. Allerlei manieren om te kunnen geven in het huis van God. There are different ways to give in the house of the Lord. Prijs God. Praise God. Zullen we bidden voor het offer wat u geeft of al heeft gegeven? Shall we pray for the offering that you gave or already have given? Vader, dank u wel dat het een eer is om te geven aan u. Dank u wel dat als we geven, dan tonen we onze dankbaarheid aan u. Maar bovendien kunt u dat gebruiken om een zegen te zijn in uw koninkrijk en in het leven van andere mensen. Dank u wel, Vader, dat u het zal zegenen. In de naam van Jezus. Amen. Als u wil, kunt u naar voren komen. Als u wil geven op die manier. Prijs Jezus. Zullen we als voorbereiding voor het woord nog een God aanbidden? Zullen we samen met elkaar? Shall we worship God before the word? Let's stand together. Seen like never before.
de Heer. Ik wil Pastor Geoffrey roepen om het woord met ons te delen. Ik wil Pastor Geoffrey to share the word with us. Praise the Lord. You can remain standing for a minute. Let's say a word of prayer. Let's thank the Lord for this beautiful time that we had. Amen. How many of you enjoy? Hoeveel genieten? Man, I enjoy the praise and the worship, the anointing. Ik geniet van de salve, we de don't lofprijs. Sing. That thing is worship. There's an anointing on it. We aanbidden, amen. Dat is een salving erop. Take a look at me, I'm a wonder. Kijk naar mij, ik ben een wonder. Doesn't matter what you see now. Maakt niet uit wat je nu ziet. But you will see his glory. Maar je ziet zijn glorie. You're a wonder. U bent een wonder. Ah, man, that thing goes in my bones. Het gaat in mijn benen. It's like fire shut up in my bones. Als vuur dat in mijn benen zit. Lord have mercy, do you feel that? Voelt u dat? My goodness, man, I won't miss this. I don't miss a Sunday for nothing, man. Ik zal zondag niet willen missen. Even if you tell me there's a million out there waiting for me, I will come to church, man. Ook als er een miljoen daar buiten zijn, ik zal naar de kerk komen. Thank you, Jesus. Let's pray. Father, we thank you. Thank you, God, that you bless your people with your presence. Oh, God, what an awesome presence. Lord, we know, Father, even though there's some that are at their homes, so God, that they can experience, oh God, that same presence in their homes, oh God. That's our prayer, oh God, for all those, some that can come out, oh God. Lord, I pray that the same presence will be in their homes, oh God, that they will worship you in their homes, oh God, in Jesus' name. And Lord, we ask you, oh God, Lord, let your word, oh God, be the covenant, oh God, that we have with you in our hearts, oh God. That's our prayer here this morning. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. You may be seated. U mag erbij zitten. You may be seated this morning. U mag erbij zitten deze ochtend. You know, I'm so blessed. I tell you, I'm a blessed man. Ik ben een gezegende man. I'm excited about Jesus. Ik ben enthousiast over Jezus. What he's doing in my life. Wat hij doet in mijn leven. You know, this yesterday. En gisteren. Yesterday, it was 31 years ago. Gisteren was het 31 jaar geleden. That me and my wife, we went here in Stopera. Mijn vrouw en ik naar Stopera gingen. And we signed our covenant. En we hebben ons verbond ondertekend. To be together for the rest of our lives. Om samen te zijn voor de rest van onze levens. And to be faithful to one another. En om getrouw aan elkaar te zijn. And we thank God for his favor, for his grace upon our lives. En we danken God voor zijn gunst en zijn genade op onze levens. That 31 years after we did that. Dat 31 jaar nadat we dat gedaan hebben. That we can be here rejoicing. Dat we hier kunnen zijn verheugende. That the journey has been awesome. Dat de reis geweldig is geweest. That we've been enriched. Dat we toegereikt zijn, aangereikt zijn. And today. En vandaag. Today. En vandaag. I think my son is in the house. Mijn zoon is in het huis. My first born is in the house. I can see it. Oh, he's back there. He's back there. My first born, man. Mijn eerste zoon. 30 years ago. 30 jaar geleden. Today he's 30 years. Vandaag is hij 30 jaar. God has blessed us with our firstborn. En God heeft ons gezegend met onze eerste kind. And I told the Lord, I want a boy. En ik zei tegen de Heer, ik wil een jongen. You know, God has been good to me. I told him, I want a boy, then I want a girl, then I want another boy. Ik zei, ik wil een jongen, dan een meisje, dan nog een jongen. My goodness, can God be precise, amen? En God is precies daarin. I had a boy, I had a girl, and I had another boy. Ik had een jongen, een meisje, dan nog een And I said, man, the first one need to be a boy, because, you know, I'm a different kind of person. I always thinking about, you know, I need to defend and stuff like that. Ik denk altijd van, ik moet verdedigen. So I say, man, the boy needs to defend his brothers and his sisters. Ik zeg, de jongen moet zijn broer en zijn zus verdedigen. Needs to be a boy, needs to have muscles. En moet een jongen zijn met spieren. And God gave me a boy. God is good. En God gaf me een jongen. I'm excited with Jesus. En ik ben enthousiast met Jezus. And I tell you, man, if you believe in God. Als je in God gelooft. If you stand upon his word. En als je op zijn woord staat. If you believe, Jesus, many times Jesus says to people, do you believe? Vaak zeggen we, geloof je. Do you believe? Geloof je. You know, believing is a powerful thing. Geloven is iets krachtigs. If you can believe. Als je kan geloven. You will see the glory. You know, that's what he told, let me say, Martha. Dat vertelde hij tegen Martha. He told Martha. Hij zei. Didn't I tell you. Heb ik je niet verteld. If you believe. Als je gelooft. Because when he told them, take Lazarus out. Want toen ze zeiden, haal Lazarus eruit. Martha objected.
Martha die kwam daar tegen. No. Die zei nee. He's 4 years. Four days. 4 dagen. There's a stench in there. He's rotten. Hij is aan het rotten daar. And Jesus told her, didn't I tell you? En Jezus zei, heb ik je niet verteld? That if you believe, dat als je geloof hebt, you will see the glory of God. Dat je de glorie van God zal and zien. And this morning I want to give that to you. En deze ochtend wil ik dat aan u geven. That if you can believe, dat als u kunt geloven, you will see the glory of God. Zult u de glorie van God zien? Take a look at me, I'm a wonder. Kijk naar mij, ik ben een wonder. Take a look at yourself, you're a wonder. Kijk naar jezelf, je bent een and wonder. If you can believe, en als je kunt geloven, you will see his glory in your life. Zal je zijn glorie zien in uw leven. Because our God is faithful to his people. Want onze God is getrouw aan zijn mensen. Hallelujah. Hallelujah. Now this morning, before I go in the Word of God, there's a couple of things that I want to share with you. Voordat ik het woord van God inga, and zijn een paar first dingen of all, delen. I want to share with you that we want to ask everybody in church. We're just repeating it again, you know, to refresh you. Amen. In de kerk gaan we het weer herhalen om u te and verfrissen. I'm sure this morning when you came in, they kind of like tell you to. En vanochtend toen u binnenkwam, hebben ze u waarschijnlijk ook verteld. It's very important for us to keep the COVID rules. Het is heel belangrijk voor ons om de maatregelen te and I know that we've been doing it, and there were moments that, you know, you see a little bit stuff that, hey, you get a little bit out of it here, you know, but we want to kind of remind you, amen? Wij willen u herinneren that the rules that we have right here in church, de maatregelen die we hier in de kerk you know, hebben, and those are the rules that the government is giving, dat zijn de maatregelen die de regering gegeven heeft, you know, that heeft. We keep the 1.5 meter. Dat we de 1.5 meter afstand houden. Also after church. Ook na de dienst. Amen. Now I know that sometimes even we leaders, you know, we get soms a little bit too close, but we need to keep these rules. We moeten echt deze maatregelen so sometimes handhaven. You feel like you can tell somebody, you know, hey, keep a distance. Go like this. You know, like this. 1.5. Tell them, hey, give me 1.5. Come on, go like this. Can everybody do this? Do this. Yeah. Tell somebody, give me 1.5. You know, say it. If you have a problem with your fingers, then just say, give me 1.5. You know, just go like this. You see somebody come to call, hey, come on. 1.5. Can we do that? And huh? I don't know. I don't know. Like this. They told me the other one looks funny, so let's go like this. I don't know. So, but give 1.5. Geef die 1.5 meter afstand. That's important. And dat is every time you move. En iedere keer wanneer u beweegt. From your chair. Van uw stoel. We want to ask you to please put up your mondkapje. Moet u ook uw mondkapje opdoen. You know, if you're moving around. Amen. Als u beweegt. And also, I want to just throw this appeal for those of you that can help. En ook voor zij die kunnen helpen. That can help. Die kunnen we're helpen. Busy with also the ventilation. We zijn ook bezig met het ventilatiesysteem. And we've been busy, you know, trying to get offertes that will fit our budget. And it's been crazy. It's like everybody knows that everybody needs ventilation. Iedereen weet natuurlijk dat so iedereen ventilatie nodig heeft. So you know, they crank the prices up. Dus de prijzen gaan omhoog. But the cheapest that we can get after we look at almost 3-4 offertes, we get to 9,000. Maar de goedkoopste is nu 9,000. To put to ventilate better, you know. Dus beter te kunnen ventileren. Especially for this COVID situation. Voor de COVID-situatie. So in any way, if you want to help, you can throw it in the bow funds. Dus the number is there. Helpen, you can make a picture of that. Anything doneren, will help, you know. Alles is welkom. But let's do it together and laten let's get the church ready for the winter for this COVID thing. Amen. En we maken de kerk gereed voor de winter. And we want to do it together. Amen. En we willen het samen praise doen. The Lord. Prijs de Heer. So let's keep the rules. Dus laten we ons houden aan de maatregelen. All the regulations that the government is giving. En also houden, in your private life, you know, you be faithful to that, you know. Wees ook getrouw. God has been good to us, you know. I haven't seen COVID coming my way, so I'm okay. God is you know, goed. I'm blessed. Ik ben okay, and ben I thank God for that. En ik ben God dankbaar daarvoor. But I always also try to keep the rules and everything that we do, you know. Maar ik probeer me ook aan de maatregelen te houden overal waar ik ga. Praise the Lord. Are you ready this morning?
Bent u klaar deze ochtend? This morning I want you to open your Bible in Exodus chapter 17. Opent uw Bijbel in Exodus hoofdstuk 17. And we're going to be reading a little story, you know. En we gaan een verhaal lezen. And this morning we want to talk about the testings of God. En we willen het hebben over de testen van God. Amen. The testing of God. De testen van God. You know, I want to read this story. Last week we talked about Abraham. Vorige week hebben we het gehad over Abraham. And we saw how God himself put Abraham on a test. En we zagen hoe God zichzelf Abraham in een test had gebracht. But also today I want to talk a little bit about circumstances. Maar ook vandaag wil ik het hebben over omstandigheden. And then I want to also talk about, you know, simple obedience to the guidance of the Spirit. En dan wil ik het ook hebben over gehoorzaamheid aan de leiding van de Geest. In Exodus chapter 17 verse 8, starting in verse 8, there's a story there. En Exodus 17 vanaf vers 8 is er een verhaal. And this story could be the story of your life this morning. En kan het verhaal van uw leven zijn deze ochtend. Oh, by the way, I want to welcome all of you also at home. Ik wil ook u verwelkomen thuis. That are on the live stream. Die op onze livestream is. Let's receive from God this morning. Amen. Laten van God ontvangen. And I know that the Lord is with you also there in your homes. En de Heer is met u ook bij u thuis. It reads like this. It says, while the people of Israel was still at Rephidim, the warriors, now that's an important word for you to remember. The warriors of Amalek attacked them. Moses commanded Joshua, choose some men to go out and fight the army of Amalek for us. Tomorrow, I will stand at the top of the hill holding the staff of God, or the rod of God. I like the word rod. The rod of God in my hand. So Joshua did what Moses has commanded and fought the army of Amalek. Meanwhile, Moses, Aaron, and Hur climbed to the top of a mountain, of a nearby hill. As long as Moses held up the staff in his hand, the Israelites had the advantage. But whenever he dropped his hand, the Amalekites gained the advantage. Moses' arms soon became so tired he could no longer hold them up. So Aaron and Hur found a stone for him to sit on. Then they stood on each side of Moses, holding up his hands. So his hands held steady until sunset. As a result, Joshua overwhelmed the army of the Amalekites in battle. After the victory, the Lord instructed Moses, write this down on a scroll as a permanent reminder. How many of you know that God wants to remind stuff? Hoeveel weten dat God ons dingen wil herinneren? God don't want you to be forgetful. Hij wil niet dat u dingen vergeet. And read it aloud to Joshua. I will erase the memory of Amalek from under heaven. Then Moses built an altar there and named it Yahweh Nissi, which means the Lord is my banner. He said, they have raised their fist against the Lord's throne, so now the Lord will be at war with Amalek generation after generation. Lord, let your word that is anointed, O God, be set on fire within our hearts. Now, this morning, deze ochtend, we see a story here that tells us so much. Zie een verhaal hier die ons zoveel vertelt. But I want to relate this story to what we're dealing with. Maar ik wil brengen met hetgeen waarmee we bezig zijn. And how God deals with our lives. En hoe God omgaat met onze levens. You know that your life is a journey. Uw leven is een reis. And as you go through the journey, en terwijl u op weg bent, God uses everything that comes on your path. Gebruikt God alles wat op uw pad komt. To reveal himself to you. Om zichzelf aan u te openbaren. It is so important for you to know God. Het is zo belangrijk voor u om God te kennen. In a very personal and intimate way. Op een persoonlijke en intieme wijze. But the way that happens. Maar hoe dat gebeurt. Is when you are confronted with circumstances. Is als u voor omstandigheden staat. That you are able. En u bent niet in staat. Which God has given you the potential. En God heeft u de potentie gegeven. To hear his voice. Om zijn stem te horen. And to follow his leading. En om zijn leiding te volgen. For example.
Een voorbeeld. The Bible even tells us. De Bijbel vertelt ons. That if on your journey. Dat als u onderweg bent. You are confronted with temptations. Dat u voor verleiding komt te staan. You don't need to fall. Dan hoeft u niet te vallen. Why? Waarom? Because the Bible says God will make a way out. Want de Bijbel zegt God zal een uitweg maken. And it says that God will make a door of escape. Hij zal een deur hebben dat u kunt ontsnappen. But how are you going to find the door? Maar hoe gaat u die deur vinden? Because let's be honest, many times we don't find it. Laten we eerlijk zijn, heel vaak vinden we het niet. And then we come back crying. En dan komen we terug huilende. Sin. En dan zeggen we, oh, ik heb gezondigd. But why didn't you find the door? Maar waarom hebben die deur niet gevonden? Is God a liar? Is God een leugenaar? Didn't he make a way of escape? Heeft hij niet een uitweg gemaakt? Didn't he open a door for you to run away? Heeft hij geen deur geopend so om weg te rennen? Dus wat is er gebeurd? Those are the questions that we need to ask. Dat zijn de vragen die we ons moeten stellen. But God is faithful. Maar God is getrouw. In leading us in the circumstances. Om onze leidende omstandigheden. And reveal himself to us. En zichzelf aan ons te openbaren. Now that's not what he did in the particular case that we talk about Abraham. En dat heeft hij gedaan bij Abraham. Abraham, he just called Abraham. Abraham, hij heeft net Abraham geroepen. And he called him and instructed him to do something. En hij instrueert hem om iets te doen. Just go do this. Ga dit doen. In this case, maar in deze situatie, we see with Moses, zien we met Moses, we see that on the journey, zien we dat terwijl hij onderweg as they are on their way, terwijl hij onderweg as they are following God, terwijl hij God aan het volgen is, a circumstance arise, kwam er een omstandigheid. And that circumstance was a difficult circumstance. Kwam er een situatie en het was een moeilijke situatie. It was a circumstance where they could have run away from. Het was een situatie waarvan ze konden wegrennen. They could have flee for this circumstance. Ze konden vluchten van deze situatie. They could have said, no, how can God do this to us? Ze konden zeggen, nee, hoe kan God ons dit aandoen? It tells us in the story, het vertelt ons in het verhaal, it says the warriors of Amalek. Zeg, de strijders van Amalek. What is a warrior? Wat is een strijder? A warrior is a man that has been trained. Een strijder is een mens die getraind is. He has been trained for warfare. Getraind voor oorlogsvoering. Is a man that knows how to handle a sword. Een man die weet hoe met een zwaard om te and gaan. And how to throw a spear with his right hand and his left hand. En hoe te werpen met zijn linker en rechterhand. Ready for battle. Klaar voor strijd. Ready to engage and sweat and bleed for the battle. Klaar om te zweten en te bloeden voor de strijd. And these people of Amalek. En deze mensen van Amalek. The Bible clearly tells us they were warriors. De Bijbel vertelt ons duidelijk dat het strijders waren. They were men that were equipped. Het waren mannen die toegerust waren. They were like Goliath. Ze waren als Goliath. And the children of Israel. En de kinderen van Israël. They were like David. Ze waren als David. Shepherd boy. Herdersjongen. Walking behind the sheep. Die achter de schaap aanging. They were worst. Ze waren erger. For generation to generation, van generatie op generatie, the people of Israel, they were slaves. De mensen van Israël waren slaven. Slaves were not allowed to be involved with weapons of warfare. En slaven waren niet toegestaan om met wapen om te gaan. And they were not allowed to be trained for warfare. En ook niet toegestaan om getraind te worden voor oorlogsvoering. They were slaves. Het waren slaven. The only thing they knew, het enige wat ze wisten, is their tools to build brick for Pharaoh to build his pyramids. Is hun instrumenten om te bouwen, om de piramide te bouwen. That's the most they knew. Dat is het enige wat ze wisten. They never been to war. Ze zijn nooit in oorlog they geweest. Never fought. Ze hebben nooit gevochten. They were not gladiators. En ze waren geen gladiators. They were just slaves. Ze waren gewoon slaven. And now they are confronted. En nu worden ze geconfronteerd with a group of warriors. Met een groep van strijders. That came on their path. Die op hun pad kwam. What is coming on your path this morning? Wat komt op uw pad deze ochtend? That makes you feel dat u doet voelen so insecure. Zo onzeker. That you can do nothing. Dat u niks kunt doen. On our journey as children of God, op onze reis als kinderen van God, we will meet many circumstances. Hebben vele omstandigheden nodig. Some of those circumstances can be terrible. Sommige van die omstandigheden kunnen verschrikkelijk zijn. If we judge them in the natural man. Als we ze beoordelen als een natuurlijke mens. And some of them are. En sommige zijn verschrikkelijk.
And sometimes we feel it in our natural man. En soms voelen we dat in onze natuurlijke persoon. We really feel. We voelen het echt. Wow, man, this is overwhelming. Oh, wow, dit is overweldigend. How are we gonna make this tentamen? Hoe ga ik deze tentamen maken? How are we gonna make this test in school? Hoe ga ik deze toets maken? It's so difficult for me. Het is zo moeilijk voor mij. Listen. Luister. You can conquer that. Je kan dat overwinnen. You can don't just look at the natural. Kijk naar het natuurlijke. How many times have you prayed? Hoe vaak heb je gebeden? Before you study. Voordat je gaat studeren. Not pray on the day of the exam. Niet bidden op de dag van de examen. Pray when you study for the exam. Maar bid wanneer je studeert voor die examen. Not go do the exam without studying. En niet de examen gaan maken zonder but te studeren. But studying and praying to God to help you with the exam. Maar studeren en bidden dat God u zal helpen met de examen. And to get your victory with God. En om uw overwinning met God te krijgen. On the journey. Terwijl we onderweg zijn. We meet stuff. Komen dingen tegen. Some of them are difficult stuff. Sommige dingen zijn hele moeilijke dingen. But God. Maar God. Say God. Zeg God. 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 Is always in control. Is altijd in controle. Of everything. Van alles. That happens in the life of his children. Wat gebeurt in het leven van zijn kinderen. You know what Jesus told the people? Weet wat Jezus tegen de mensen zei? You see those little birds that flies around? Zie die kleine vogels die rondvliegen? You know, sometimes people tell me, Pastor, you're too much in the details. Pastor, ben te veel in the details. You know why? Weet je? I'm like God. Ik ben zoals God. I just follow God. Ik volg God. You know what Jesus told them about God? Weet u wat Jezus zei? Not one of those little birds. Niet één van die kleine vogels. Fall from the sky. Zal vallen van de hemel. Without God being in charge of. Zonder dat God daar controle over heeft. Not one of them. Niet één van die vogels. And then Jesus asked a question. En toen stelde Jezus een vraag. Aren't you? Bent u? More valuable. Niet meer waardevol. Than one of these little birds. Dan één van die kleine vogels. That has no soul. Die geen ziel heeft. You have a soul. Jij hebt een ziel. You're valuable. Je bent kostbaar. God challenged these people. En God daagde deze mensen uit. When they were confronted with circumstances. Toen ze geconfronteerd werden met omstandigheden. Moses told Joshua. Mozes zei tegen Joshua. 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 Get a couple of men. Ga een paar mannen halen. Just get a couple of men. Ga een paar mannen halen. Go get a couple of soldiers. No, no soldiers. Get geen a couple soldaten. Of men. Nee, een paar mannen. There are no soldiers yet. Ze zijn nog geen soldaten. Get a couple of men. Haal een paar and when mannen. He get those couple of men. En als je ze hebt opgehaald. He told him, go fight those warriors. Hij zei, ga dan vechten tegen die strijders. And you know, I'm thinking, what was Joshua feeling? En ik denk, wat zou Joshua wel gedacht hebben, gevoeld hebben? You see, sometimes God might give you an instruction. Soms geeft God je instructie. He may use me. En hij zal mij misschien He may use a leader in your life. Of een leider He may in use leven. Your mother, your father, I don't know. He may use somebody in your hij life. Zal iemand gebruiken and give in you an leven. Instruction. And you feel instructie. Like, my goodness, I'm going to do that. Voelt, listen, God is in control of your life. God is Joshua in control. Went down there and Moses told Joshua. Moses zei tegen Joshua. Tomorrow. Morgen. I will climb that mountain. Zal ik de berg opklimmen? And I will raise up this staff before God. Ik zal de staf opheffen voor God. I'm sure. En zeker. When he heard that. Toen hij dat hoorde. All fear and everything fell off of him. Alle angst viel van hem af. Why? Waarom? Because he knew what God did through that staff. Want hij weet wat God he door die knew staf what that staff represents. Hij wist wat die staf he knew voorstoet. The power that that staff represents. De kracht die when staf Moses threw that the thing before Pharaoh and it became a snake. Toen Moses het gooide when van de Moses Pharaoh. Took that and touched the Nile and it became like blood. En nou when aan Moses aan stretched werd. His arm zijn over arm the Red Sea and parted the Red Sea. I believe that Joshua started thinking about all of that. Joshua dacht aan al die dingen. When Moses told him, I'm going to climb this mountain. I'm going to lift up this staff before God. Toen Moses you know, zei, that was a shepherd's staff. Het was een staf van that een was herder. A staff of Moses. Het was een staf van Moses. But the day God called Moses, maar de dag dat God Moses that riep, staff became the rod of God. Die staf werd de staf van God. That rod of God, het werd de staf van God was a symbol, het was een symbool that God was with his people. Dat God met zijn mensen was. So when God told Joshua, dus toen God tegen Joshua tomorrow zei, I will go up the mountain. Morgen ga ik de berg op. And I will lift this staff. En zal deze staf opheffen. But you go down there. En jij gaat daar naar beneden. And you go fight. En jij gaat vechten. And as the story tells us. En zoals het verhaal ons vertelt. The battle was not decided
on the battlefield. De strijd was niet besloten daar. You see what Moses did? Basically, he went on a hill. Moses ging op de berg. Where all the people of God. Waar al de mensen van God. As they're fighting. Terwijl ze aan het vechten zijn. They're looking at the staff. Kijken ze naar de staf. They're not even looking at the enemy. Ze kijken niet eens naar de vijand. As long as the thing is in the air. Zolang het ding in de my sword will cut somebody. Zal mijn zwaard Moses, keep your hands up. Moses, hou je handen omhoog. And the Bible says his hands start getting tired. En de Bijbel zegt zijn handen werden moe. You need to imagine from the morning till the evening. Tot de avond. The man has his hand up. Hij heeft zijn handen with omhoog. A staff in it. Met zijn staf erin. And then they set him down. En toen ging hij zitten. And Aaron and Hur. Each one on a side. Elk een aan één kant. Keeping Moses' hand up. En ze hieven Moses' because hand the Bible says when his hand go down. De Bijbel zegt toen zijn handen naar beneden ging. The Amalekites sword chop cut an Israelite. Die konden dan so de they had to keep snijden. Moses' hand up. Ze zijn hand omhoog so that they get the victory. Zodat ze de overwinning bleven krijgen. And they overwhelmed. The Bible says Joshua overwhelmed the Amalekites. The slaves. De slaven. Overwhelm the warriors. Overweldigde de strijders. I don't know what you think about yourself. Ik weet niet wat u over uzelf listen, denkt. We come from backgrounds where we have these complexes. We komen van de achtergrond waar we die complexen that hebben. We look down on ourselves. Dat we neerkijken op onszelf. Yeah, because we were slaves of omdat sin. We slaven waren yes, van a lot of stuff happened in heel our lives. Dingen zijn gebeurd but in onze listen, levens. Stop looking at that. Maar kijk niet meer daarnaar. And lift up your head. En heft uw handen op. Where does my help come waar from? Komt mijn hulp my vandaan? Help comes from the Lord Almighty. Mijn hulp komt van de Allerhoogste God. And God is calling his children today. En God roept zijn kinderen vandaag. To get an experience with God. Om een ervaring met God te krijgen. Right in the battle. Daar in de strijd. God will challenge your life. Zal God uw leven uitdagen. So that he can reveal himself to you. Zodat hij zichzelf aan u kan openbaren. He will make you do things that you never thought you can do. Hij zal u dingen doen die u nooit heeft gedacht om te doen. Basically things that you say no man that God will challenge you. God zal u uitdagen. Because on your journey, want terwijl je op reis bent, you will come and meet things zult u dingen tegenkomen that you don't like. Die u niet leuk vindt. I'm meeting things that I don't like. Ik ontmoet dingen die ik niet leuk vind. You will meet things that you don't like. U ontmoet dingen die u niet leuk vindt. But one thing you need to know, maar één ding moet u weten. That the rod of God, de staf van God is this thing. Is dit. How do you live with this thing? Hoe leeft u met dit? This is the rod of God to your life. Dit is de staf van God in uw leven. When you pick up the rod of God every day in your life. Als de staf van God elke dag van uw leven oppakt. The Holy Spirit. De Heilige Geest. Starts moving. Gaat bewegen. The Holy Spirit. De Heilige Geest. Starts speaking. Gaat spreken. The Holy Spirit. De Heilige Geest. Start guiding. Gaat u leiden. Because when the Holy Spirit comes. Want als de Heilige Geest komt. He's come. Dan komt hij. To your life. In uw leven. He's not just looking for you. Hij is niet alleen op zoek naar u. He's looking for the word. Maar hij is op zoek naar het woord. That's in you. Dat in u is. And then he will set that word on fire. En dan zet hij dat woord in so vuur. So that you know what you need to do. Zodat u weet wat u moet doen. But will he find the word? Maar zal hij het woord vinden? What will he find? Wat vindt hij? Or will he find goede tijden, slechte tijden? Of vindt hij goede tijden, slechte tijden? Or he will find the bold and the beautiful. Of the bold and the beautiful. Is he going to find that? Gaat hij dat vinden? Is he going to find music? Gaat hij muziek vinden? Of UB40? Van UB40? Is he going to find Black Uhuru? Bob Marley? What is he going to find? Wat gaat hij daar vinden? When he comes to your life. Als hij in uw leven komt. Is he going to find Marco Bossato? Of Marco Bossato. Huh? Or is he going to find Juanita Bynum? Woo! Hallelujah! Santo Roboro Cassandra Bayana. Is he going to find that? Of gaat hij Juanita Bynum vinden? You determine. U bepaalt. If you can hear his voice and follow his guiding, yes or no. Of je zijn stem hoort en hem zal volgen, ja of because nee. Because if not, you're going to be in the natural. Zo niet, dan zult u in het natuurlijke leven. And you will be very quick. I'm a slave, they are warriors. En let's run. Zijn van, ik ben een slaaf, zij zijn strijders. That's logic. Ga weg, dat is come logica. On, say logic. Zeg logica. You cannot be guided by logic. Je kan niet geleid worden door logica. You see, when God wants you to be logical, the Spirit will speak to you about that. Als God wil dat u logisch bent, dan zal de Geest spreken. Live your life by logic. Maar je kan je leven niet because leiden door God logica. Is spirit. Want God is geest.
geest. God do things that you cannot do. God doet dingen die u niet kunt doen. So you need to be sensitive in the spirit. Dus je moet gevoelig zijn in de geest. And God says that my people don't know me. That's why they don't have success. En God zegt omdat mijn mensen mij niet kennen, daarom hebben ze geen succes. They don't have an experience with me. Ze hebben geen ervaring met mij. We need to understand the importance of the word of God. We moeten begrijpen het belang van het woord van God. Husband and wife, you need to climb the mountain. Vrouw en man, je moet de berg beklimmen. And fight for your finances. En vechten voor je financiën. When there's trouble in the house, you need to fight. Als er problemen in het huis zijn, moet je vechten. Top. Op de bergtop. Your marriage, you need to go on the mountaintop and fight for it. Je moet op de berg klimmen en daarvoor vechten. When sickness hit your home, als een ziekte in uw huis komt, you need to be found on the mountaintop. Moet u gevonden worden op de bergtop. Because the battle is not decided on the field, it's decided on the mountain. Wordt besloten op de there berg. There where God is. Daar waar God is. And God needs you there. En God heeft u daar and nodig. And when you go there, en als u daar gaat, then God gives you the victory. Dan geeft God u de overwinning. You see, to lift up that banner. Om die banier op te heffen. When Moses lifted up that staff. Terwijl Mozes die stok ophield. It was like lifting up that banner. Het was alsof de banier werd so omhoog that you can houden, get that experience with God. Zodat je de ervaring krijgt met God. The banner is a standard. En de banier is een standaard. You see, a banner is a standard. De banier is een standaard. When God, when Moses lifted up that rod, toen Mozes de staf ophield, he was lifting up a standard. Hij hield op de standaard. Moses was saying, en Moses zei, that we are the army of the Lord. Dat wij zijn het leger van de Heer. We represent God. Wij representeren God. Back in the days, the Romans, in de dagen, in de they had an eagle as their standard. De Romeinen hadden een adem. And wherever they go to battle, they go with that eagle in front of en them. En iedere keer als ze ten strijde gingen, and that ging eagle die adem represented voor Rome. En het representeerde Rome. That rod was God's standard for Israel. De staf die stond voor God. It represented God and his people. Het representeerde God en zijn that mensen. That rod was saying, these are my people. De staf zei, dit zijn mijn God mensen. God was saying, I'm the warrior. God zei, I'm the deliverer. Ik ben de bevrijder. I'm the one that goes before them. Ik ben degene die voor they hen carry uitgaat. My name. Zij dragen mijn naam. And my name is great. En mijn naam and is my groot. Name is greater than any name. En mijn naam is groot. That en standard welke naam was speaking loud. En het spreekde luid. And it was deciding the battle. En dat besloot de strijd. So when you read, dus als je leest, you read that God told Moses. En we lezen dat God tegen and he instructed Moses. Moses. En hij instrueerde write Moses. This down for Joshua. En schrijf dit op voor Joshua. That he never forget that. Dat hij dat nooit zal vergeten. Because these evil people. Want deze kwade mensen. They don't know who they mess up ze with. Ze weten niet met wie ze te strijden gaan. You see, some of you become paranoid when people mess up sommigen with you. Sommigen worden helemaal paranoid als mensen. But do you know that as a worshipper of God? Maar weet u als een aanbidder van are God? Are you a worshipper of God? Bent u een aanbidder van God? Are you a worshipper bent of God? Bent u een aanbidder van God? Man, you should get excited now. Dan moet u enthousiast worden en zeggen yes. Are you a worshipper of God? Bent u een aanbidder van God? The Bible says God throne. De Bijbel zegt God troont. On the worship of his people. Op de lofzang van zijn mensen. And the Amalekite. En Amalekieten. God said they lift up a fist to my throne. Ze heeft een vist tegen mijn troon. They thought they were fighting the slaves. En ze dachten dat ze tegen de slaven aan het vechten waren. See, that's natural. En dat is het natuurlijke. But to God. Maar God. They were lifting a fist. Gingen ze een against opheffen, the throne of God. Tegen de troon van God. Because those people were worshippers of God. Want die mensen waren aanbidders van God. God took them out of Egypt to come put a feast in the wilderness for God. God nam ze uit Egypte om een so feest te hebben. So these Amalekites, they lift up their fist against the throne of God. Ze hebben vuist tegen de troon you van see, God. See when people fight against you, en de mensen die tegen u vechten, they're not fighting against you. Ze vechten niet tegen u. That's why when Paul was persecuting the church, daarom toen Paulus and he got into this contact with Jesus, hij kwam in contact and met Jesus, Jesus told him, Paul, why are you persecuting me. En Jezus zei, Paulus, you're not persecuting this Christian, you're persecuting me. Je vervolgt mij. They are my people. Ze zijn mijn mensen. You are the people of God. U bent de mensen van God. Don't get by. You should pity. U moet geen medelijden hebben. No, you should have medelijden. Oh, u moet medelijden hebben. With people that fight against you. Met mensen die tegen u vechten. Because they're lifting their fist against the throne of God. Want ze hebben een vuist tegen de troon van God. But are you that worshipper? Maar bent u die aanbidder? Are you that person that stands in that place of worship with God? De persoon die staat op de aanbidding van God. God is calling you to that place. God roept u naar die plek. And God, en God spoke to Moses. Sprak tot Moses. And the Bible says Moses built an altar. En de Bijbel zegt dat Moses een altaar bouwde. And he called the altar. En hij benoemde het Yahweh Nissi. The Lord is our banner. De Heer is onze banier. He's the one that fight for us. Hij is degene die voor ons the vecht. The people of Israel. Zijn de mensen van Israël. Moses and Hur and Aaron. Moses, Hur they en Aaron. All exp-
experienced. Ze hebben allemaal ervaren. The reality that God is a warrior. De realiteit dat God een strijder is. And that God fights for His people. En dat God vecht voor zijn mensen. It became a reality within their life. Het werd een realiteit in hun levens. Now when they worship, nu als ze aanbidden, they can lift up their hands. Kunnen ze hun handen opheffen. Not because they read it somewhere. Niet omdat ze. Not because it happened to Abraham. Niet omdat het met Abraham gebeurd was. But because they had the experience. Maar ze hadden zelf die ervaring. God fights my battles. Dat God mijn strijden. And when I worship Him, en als ik hem aanbid, I will call out His name. Zal ik zijn naam uitroepen. Whenever fight comes to me, en als er een gevecht I will komt, lift up my hands. Zal ik mijn handen and opheffen. I will say, the Lord is my banner. En ik zal zeggen, de Heer is mijn banier. And I won't chicken out. En ik zal niet bang zijn. I will fight my battles. Ik zal vechten. You see, God reveals Himself with purpose. En God openbaart zichzelf met een doel. And He created you for a love relationship with Him. En Hij heeft u gemaakt voor een liefdesrelatie met God Hem. God loves you. He wants you. God houdt van u en Hij wil u. And look what Jesus say in John 14, verse 21. En kijk wat Jezus zegt in Johannes 14, vers He 21. He says, those who accept my commands. Zij die mijn geboden ontvangen. And obey them. En die gehoorzamen. They are the ones. Zij zijn degene. Who love me. Die van mij houden. With other one, no one else. Met andere woorden, niemand anders. If God tell you, go fight, go fight. Als God zegt, obey. Ga vechten, dan gehoorzaam. Amen. Amen. Obey His word. Gehoorzaam zijn woord. And obey His leading. En gehoorzaam zijn leiding. When He tell you, go fight. Yeah, but I'm a slave. Go fight. Als Hij zegt, ga vechten, gaat u vechten. Just go fight. Ga gewoon vechten. He says, those that accept. Hij zegt, zij die aanvaarden. My commands. Mijn geboden. And obey them. En ze gehoorzaamt. It says, them are the ones zij zijn who love me. Degene die van mij houden. And because they love me. En omdat ze van mij houden. Are you reading the word of God this morning? Lees u het woord van God deze ochtend. And because they love me, my father will love them. En omdat ze van me houden, zal mijn vader hen lief hebben. And here it comes. En hier komt het. And I will love them. En ik zal hen lief hebben. And reveal. Say reveal. En openbaren. You see, theologians. Theologen. They're trying to interpret God. Ze proberen God te interpreteren. Analyze God. En God analyseren over God. En filosoferen over God. That's why they're so confused. Daarom zijn ze zo verward. That's why they know about God. Daarom weten ze over God. But they don't know God. Maar ze kennen God niet. Why? Waarom? Because God needs to be revealed. Want God moet geopenbaard worden. He chooses to reveal Himself. Hij kiest ervoor om zichzelf te openbaren. Jesus say, if you are keep, so the theologian this. Studying God, dus de theologen die God bestuderen, even if he's accepting the word, ook al aanvaardt hij het woord, but he's not obeying it, maar hij gehoorzaamt het niet, he will not get revelation. Krijgt hij geen openbaring. God don't become real to him. God wordt dan niet echt voor hem. But God calls us as a people, maar God roept ons als een mensen, to love him through obedience to his word, om van hem te houden door gehoorzaamheid aan zijn so woord, that he can reveal himself, zodat hij zichzelf kan openbaren, who he is, wie hij is, to you and I. Aan u en mij. How much revelation do you have from God? Hoeveel openbaring heeft u van God? How many names of God can you quote in your prayer, in your worship? Hoeveel namen van God kunt u noemen in uw gebed en out of your experience with God. Vanuit uw ervaring met God. Not because you took a book and read all the names of God and you're like a papagaai. Niet omdat u al die namen kent en als and whenever God challenge you, en als God u uitdaagt, or whenever God call you to obedience, of wanneer God u roept tot gehoorzaamheid, so that you can have the experience of the name, ervaring kan hebben van that de it can become a reality, dat het een realiteit you walk away. Dan loopt u weg. And then when you pray, en wanneer u bidt, here you're quoting all the names of God. Benoemt u al die namen van God. You're quoting the experience of somebody else. De ervaringen van anderen. Somebody else received that from God and experienced that. Iemand heeft dat ervaren van God but en dat God, ontvangen. We are living in the days. Maar we leven in de dag. That God is calling you and I to an experience. Dat God u en mij roept tot een ervaring. God say it's enough with the superficial things. God zegt het is genoeg met oppervlakkigheid. I want to reveal myself to you. Ik wil mezelf aan u openbaren. So Jesus is saying this. Dus Jezus zegt dit. That we dat wij will receive revelation. Openbaring zullen ontvangen. That he will give us that. Dat hij ons dat zal geven. When we obey his word. Wanneer wij zijn woord gehoorzamen. You see, too often we even lack passion and zeal in ministry. Heel vaak hebben we gebrek aan passie en ijver in bediening. People start doing ministry, then they drop ministry. Ze starten met bediening en dan laten ze het vallen. Because they get caught up with themselves. Omdat ze dan helemaal vol they zijn don't met have zichzelf. Endurance. Ze hebben geen volharding. You know how long I'm doing this thing? Weet u hoe lang ik dit doe?
And that's why, you know, I like Sister Olivia. En daarom hou ik van Sister Olivia. She's like walking next to me. Ze loopt naast mij. My whole life I know Sister Olivia. Mijn hele leven ken ik Sister Olivia. And she's been there taking care of your babies. En ze is daar, ze draagt zorg voor je baby's. For more than 30 years. Voor meer dan 30 jaar. We are consistent. Wij zijn constant. Why? Waarom? Because Jesus revealed himself Want to us. Jezus heeft zichzelf aan ons geopenbaard. It doesn't matter what you're doing. Het That's not the thing. Het maakt niet uit wat je doet. Dat is But daar it's your consistency. Maar het gaat om dat we constant zijn. The passion en dat we de passie behouden and not becoming indifferent towards God. En dat we niet onverschillig worden naar God. And the only way you can do that en de enige wijze waarop we dat is kunnen when doen you receive revelation of God. Is als we een openbaring van God krijgen. You see, sometimes because our expectations are not met in ministry. Soms omdat onze verwachtingen niet tegemoet zijn gekomen in bediening. We drop ministry. Dan laten we bediening vallen. We become careless with our obedience. En dan zijn we niet meer gehoorzaam. We become careless. We don't care about being obedient no more. En dan willen we niet eens meer gehoorzaam zijn. But God called you to the ministry. Maar God roept u tot de bediening. Some of you men, God called you to go work with the kids. Sommige mannen, God heeft u geroepen om met de kinderen te werken. But you're not responding, so you cannot experience God. Maar u reageert niet, dus u kunt God niet ervaren. But then you might pray and say, God, I want to experience you. Maar in gebed zeg je, ik wil God ervaren. God say, go do what I tell you. God zegt, nou, ga doen wat ik je vertel. Is the man that say, God, speak to me. Is een man die zegt, God spreekt tot mij. Speak to me, God, please speak to me, speak to me. I want to hear your voice. Ik wil je stem horen. And the guy was sweating, fasting. Please speak to me, God, I need to hear your voice. Vasten. And God came and told him, go love your wife. En God zei, ga van je vrouw houden. Say something else. Hij zei, God, zeg iets anders. We want to dictate to God what he needs to say. We willen voor God bepalen wat hij moet zeggen. But God say he who wills. Maar God zegt hij die gewillig is. To do my will. Om mijn wil te doen. Not his own will. Niet zijn eigen wil. God wants to say God wants to speak to me. Zeg God wil tot mij spreken. God wants to speak to you. God wil tot u spreken. Because we don't want to miss on the great revelations. Omdat we niet willen missen de grote openbaringen. On getting to know God because God reveals himself in the inward parts of our lives. God openbaart zichzelf in de innerlijke. I want to go to another text because you know, when you see this in Luke 5, maybe you can turn that with me. Luke 5. Lucas 5. That's another story. Because I want you to see that you may say, yeah, but that's Abraham, that's Moses. Misschien denkt u, oh ja, dat is Abraham en Moses, maar vandaag. Why should I read my Bible, man? Waarom moet ik mijn Bijbel lezen? This thing tires me. Het maakt me moe. You know, I got people telling me, every time I pick up my Bible, I get tired. Mensen zeggen, iedere keer wanneer ik mijn Bijbel oppak, dan word ik moe. That's a tired demon that comes on me. Dat is een demon die dan op me komt. You know, now I want to bring logic in. En nu wil ik logica erin brengen. If you stand up in the morning, als u in de ochtend opstaat, and all you do is what you're doing for yourself, en alles wat u doet is voor uzelf, and you do all your business throughout the day, en je doet alles voor jezelf gedurende de hele dag, and then in the night, en dan in de avond, you get home, kom je thuis. And then you take that board. Some of you don't even have normale borden. Sommigen hebben geen normale you take borden that kom. And you go sit. Ik pak dat kom en dan ga je helemaal. And then you take your Bible. En dan pak je je Bijbel. Then you take your Bible. En dan pas pak je je Bijbel op. How many of you know that the demon is called logic? Hoeveel weten dat die demon logica is genoemd? I guess you can read it. Ik kan ervan uitgaan dat u dan niet kunt Because lezen. You're tired, want je bent moe. And now you're full. En nu ben je vol. How are you gonna read it? Hoe ga je dan lezen? You understand? Begrijpt u? You need to give God the best hours of your day. Je moet God de beste uren van je dag geven. You know why? Weet u waarom? Because you're telling him something by doing that. U vertelt hem iets door you're dat te doen. You say, God, I cannot do without you. Ik zeg, God, ik kan het niet zonder I u doen. I need you in this day. Ik heb u nodig Holy in deze Spirit, dag. Heilige Geest, make me sensitive today. Maak mij gevoelig vandaag. Let me sense your presence and when you speak. Laat mij uw tegenwoordigheid ervaren. So that I can do what you say. Wanneer u spreekt, zodat ik kan doen wat u zegt. And most of the time that's in the morning. En heel vaak is dat in de ochtend. Before you do anything else. Voordat u wat dan ook doet. What does the psalm say? En wat zegt de psalmen? In Psalm 89, verse 15 to 16, it says, Happy are those who hear the joyful call of worship. Hello. You hear that early in the morning, believe me. Vroeg in de for they will dat. Walk, look what it says, for they will walk in the light of your presence. Don't you want to walk like that every day of your life? Wil je niet zo wandelen elke dag van uw leven? They will walk in the light of your presence, Lord. They rejoice all day long in your wonderful name. They will experience the reputation of God. Ze zullen ervaren de reputatie van God. Amen.
Amen. They will experience God. Ze zullen God ervaren. And they will be exalted in your righteousness. Ze zullen verhoogd worden in uw gerechtigheid. You see all the revelations you see in the Bible about God's names. Alle openbaringen die we in de Bijbel zien over Gods namen. They are potential experiences for you also today. Zijn potentiële ervaringen ook voor u vandaag. So whenever you're confronted with testing of God in your life. Dus wanneer u voor een test van God in uw leven staat. It's an opportunity for you to experience God in your life. Is de gelegenheid voor u om God in a greater way than you know him already. Op een grotere wijze dan u hem al reeds kent. You should not, you know, get paranoid about that. U hoeft dan niet in zorgen te komen. God will always provide. God zal altijd voor u voorzien. You need to live. U moet leven. With the true life that God wants to give you. Met de ware leven die God u wil geven. So that when you pray. Zodat wanneer u bidt. You don't pray the names of God randomly. U bidt niet zomaar de namen van God. You pray them because you experience them. U bidt het omdat u dat ervaren. God zegt, don't use my name in vain. God zegt, gebruik mijn naam niet zomaar. Let it be an experience. Maar laat het een ervaring zijn. In your heart. In uw hart. Because the Bible says he reveals himself in the inner parts of our lives. Want de Bijbel zegt, hij openbaart zichzelf in de innerlijke van ons. So we want that from God. Dus wij willen dat van God. Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is my companion. De Heer is mijn compagnon. How many of you have experienced that? Hoeveel hebben dat ervaren? When you feel so all alone. Als we ons helemaal alleen voelen. Jehovah Rohi, the Lord is my shepherd. Jehovah Rohi, de Heer is mijn herder. I shall not want. Ik zal geen gebrek hebben. Have you seen the provision of God in those measures in your life? Heeft u de voorziening van God in uw leven? God wants this experience today in your life. God wil die ervaringen vandaag in uw leven. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. When the pressure of the world is trying to make you depressed. Als de druk van de wereld u depressief wilt maken. COVID-19 have you all corner in. COVID-19 heeft u helemaal een hoek gedreven. You feel you're getting depressed. En u voelt alsof u depressief wordt. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Comes. Kom dan. And overwhelm your heart and your soul. En overweldigt uw hart en uw ziel. Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. The Lord who heals me. De Heer die mij geneest. The Bible says he sends his word and he healed thee. De Bijbel zegt hij stuurt zijn woord en geneest. Whatever issue you have. Welke probleem je dan ook hebt. You might have financial issue. Misschien heeft u financiële problemen. He's your Jehovah Jireh. Hij is het Jehovah Jireh. You see the widow. De weduwe. Can you imagine that? Kun je zich voorstellen? God is crazy, man. God is gek. Now, in the natural. In het natuurlijke. If you ask me in the natural, I'm in the natural for a minute now. Ik ben nu even voor een minuut in het natuurlijke. I look at God. Ik kijk naar God. I say, God, you're crazy, man. God, je bent gek. God sent his prophet. En God stuurt. To a widow. Naar de weduwe. In time of famine. In tijden van hongersnood. And God say, go to the widow's house. En God zegt, ga naar de weduwe. And I instructed the widow to feed you. En ik instrueer haar om u te voeden. And the prophet goes. En de profeet gaat. And he meets the widow. En ontmoet de weduwe. And he tells the widow. En zegt tegen de weduwe. What are you doing? Wat doe je? Oh, I'm getting wood because I'm gonna make a little. I have a little oil and a little meal. Ik heb een beetje olie en wat meel. And I'm gonna make it. En ik ga het maken. And it's enough for me and my son. Het is genoeg voor mij en mijn zoon. And after we eat it. En nadat we gegeten at hebben. At least we die with something on our stomach. Dan sterven we tenminste met because iets op there's nothing maag. Else. Want er is niks anders. God is crazy, man. God is gek. God tells the prophet. En God zegt tegen de profeet. And look what the prophet tells the woman. En kijk wat de profeet zegt. Do as you said. Doe wat u zegt. But you give it first to me. Maar geef het eerst aan mij. It was enough for her and her son. Het was genoeg voor haar en haar zoon. The prophet said, "Give it to me." En de profeet zei, geef het aan mij. And I will eat first. En ik zal eerst eten. What you will think about a God like that? Wat zou u denken over zo'n God? God is challenging the widow. God daagde de weduwe uit. The widow say, listen, I don't have, if this is it, I eat this, we die. De weduwe zegt, ik heb niks anders, dit is het. The widow didn't tell Elijah. De weduwe heeft Elia niet verteld. Oh yeah. Oh ja. God came. God kwam. And instructed me. En heeft mij geïnstrueerd. To give you this thing. Om u dit te geven. No. Nee. The widow say, hey brother. De weduwe zei, hey broer. This is the only thing I have for me and my child. Is het enige wat ik heb voor mij en mijn And you're kind. Talking about a mother here. En hier, we hebben het over een moeder hier. Is she gonna let her child die? Gaat ze haar kind sterven? Say, no, this is for me and my child. Dit is voor mij en mijn kind. And the man of God told him, no, give it to me. En de man van God zei, nee, geef het aan mij. And when you give it to me. En als het aan mij geeft. You will never lack nothing. That meal, that oil will never finish. En dan zal die olie en dat meel nooit opgaan. It's for the prophet to know. Het is voor de profeet om te weten. And it's for the widow to believe that. En voor de weduwe om dat te geloven.
God challenged her. God heeft haar uitgedaagd. The same way God will challenge you. En dezelfde wijze zal God u uitdagen. Because anything you will receive from God, want alles wat u van God zal ontvangen, you have to exercise faith. Moet u geloof in uitoefenen. If you're waiting for a promise of God, als u wacht voor een belofte van God, know that God will put you in a place of faith. Weet dat God u op een plaats zal zetten van geloof. You're not going to wake up one day and the thing is going to fall before you. Je wordt niet op een dag wakker en het is voor u daar. God will lead you in a place of faith. God zal u leiden op een plek van geloof. Where you need to exercise faith. Waar u geloof moet uitoefenen. Because everything that's not of faith, the Bible even calls it sin. Alles wat niet uit geloof is, benoemt de Bijbel als zonde. And the Bible says faith pleases God. En de Bijbel zegt geloof behaagt God. So when you find yourself in that place, dus als u zelf daar op die plek bevindt, you're allowed to say, God, you're crazy. Dan kunt u zeggen, ja, God, u bent er. You can say, God, you're crazy. Kunt u zeggen, ja, God, dit gaat een beetje te ver. But do what he tell you. Maar doe wat ik u vertel. Just do what he tell you. Maar doe wat hij u vertelt. Because God didn't call you to be conventional. Want hij roept u niet om. He called you to be exceptional. Maar hij roept u om buitengewoon te zijn. You need to be an exceptional person. U moet een buitengewone persoon You're zijn. You're different. U bent anders. You're not like everybody else. U bent niet zoals so what does God anders. Do? Dus wat doet God? God tells test us. God test ons. You will say, but doesn't God knows who I am already? Why should he test me? Weet God niet al wie ik ben? Waarom moet hij me testen? You know why he tests you? Weet waarom hij dat doet? Because many times you think you're somebody that you don't even know who you are. Want heel vaak denk dat je iemand bent. So God don't test you so that he knows who you are. Dus God he tests you so that you find out who you are. Zodat u and weet then wie u bent. Enter into a greater way of knowing who he is. En dan in een grotere wijze komt van wie kennen wie hij is. You see, when guys come in the home, als mannen in de home komen, when they don't understand who they are, als ze niet begrijpen wie ze zijn, they will never be helped. Zullen ze nooit geholpen worden? They need to understand who they are. Ze moeten eerst begrijpen wie ze zijn. And some people come in and they are in denial. En sommige mensen komen binnen en ze ontkennen. And they stay all that time in the home in denial. En ze blijven dan in de home in ontkenning. So after a year, 2 years, they are the same. Dus na een jaar, 2 jaar zijn ze hetzelfde. You need to come to a place God tests you so that you see where you're at. God test u zodat u kan zien waar u bent. And when you see where you're at, en als u ziet waar u bent, he takes you out of that place of ignorance. Haalt hij u uit de plek van onwetendheid. And then he reveals himself to you. En dan openbaart hij zichzelf aan u. So that you can see how great he is. Zodat u kunt zien hoe groot hij is. But he needs to get you out of your place of ignorance. Maar hij moet u halen uit de plek van onwetendheid. God tests you because he tests your attitudes and your motives. God test u, want hij test uw houdingen en uw motieven. He does that because he wants to heal your life. Hij doet dat want hij wilt uw leven genezen. Do you understand that? Begrijpt u dat? God is in the business. God is bezig of producing faithful men and women of God. Om getrouwe mannen en vrouwen van God te produceren. That is his primary purpose. Dat is zijn primaire doel. He looks at all of us here. Hij kijkt naar ieder van ons hier. And in all of us he see a great man and woman of God. And he's in the business of making sure you become that. En hij ziet in ons grote mannen en vrouwen van God. En hij is dat aan het ontwikkelen. Let me just mention a couple of tests, and I'm going to go quick through them. Ik ga een paar testen benoemen. We got another 15 minutes here. We're going to go quick to them. We gaan snel door de testen heen. First of all, I want to read Hebrews 11, verses 17 and 19. Is ook Hebreeën 11? Because we're going to talk about tests. Want we gaan het hebben over testen. You see, sometimes God specifically tests you. Soms test God ons specifiek. But like we say with Moses, sometimes circumstances come. Soms komen er omstandigheden. And God wants an action and a reaction from you. En God wil een actie en een reactie van u. And I'm trying to push you into that. En ik probeer u daar naartoe te drijven. Don't look at yourself, look at God. Kijk niet naar uzelf, kijk naar God. It says by faith. Het zegt door geloof. Abraham when he was what? Tested. Abraham toen hij getest werd. Offered Isaac and he who received the promise offer up his only begotten son. Of whom it was said, because one time Abraham told God, listen God, I already have this son, Ishmael. God zei tegen Abraham, ik heb al Why deze don't zoon. You make him a great nation? Waarom maakt u het niet van God hem said, God no, 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 my brother. Isaac, he's the promised child. Your wife, that old woman, is going to bear a child. Je vrouw, so you be patient, bro. Be patient with me. Wees geduldig. So Abraham knew dus Abraham wist that God said dat God heeft that gezegd, in Isaac your seed shall be called. Dat in Isaac not zal in Ishmael. Zal genoemd worden, niet in Ishmael. And now God tell him to go kill the boy. En nu zegt God om die jongen te moorden. Abraham concluded
that God was able to raise him up even from the death from which he also received him in a figurative way. He concluded, as he was going, he said, listen, God is not a man that he can lie. Hij zei, God is niet een God die gaat liegen. You see, those promises that God had given, God cannot lie. God kan niet liegen. You better go find those promises and make them alive in your life. Vind die beloftes en maak Abraham took the promise. Say, God says God zei, that in Isaac, dat in Isaac, so he's not even going to give me another child dus with Sarah. Niet een andere kind he's geven. Not going to, you know, hocus pocus another child. Of een this kind boy toveren, that he told me to kill, deze jongen die hij mij vertelt om te doden, he's going to have to raise him up from the dead. Hij zal hem doen opreizen, he concluded opstaan. That. Hij heeft dat een conclusie and gesteld. In his spirit he received that. En in zijn geest heeft hij dat ontvangen. And he just went on his way to do what God told him to do. En hij ging om te doen wat God hem vroeg om te God doen. Tested Abraham. God heeft Abraham getest. God will test your faith, your obedience God to circumstances geloof, gehoorzaamheid en that you confront testen, in life. Waar u voor staat he will in het tell leven. You, do this. Hij zal zeggen, doe dit. See now, if you've been in the spirit, en als u in de geest bent, if you've been in the word, als u in het woord bent, als u been praying, aanbid en you will recognize his voice. Zult u zijn stem herkennen. And when you recognize his voice, you accept zijn stem herkent, that. Aanvaardt u and dat. And then you need to obey that. En dan moet u dat gehoorzamen. How do you obey that? En hoe gehoorzaam je the dat? The one that spoke to you, degene die tot u gesproken that is called heeft, the Holy Spirit, dat is de Heilige Geest, he will strengthen you. Hij zal u bekrachtigen. It's not by might. Het is niet door kracht. It's not by power. Nog door geweld. That's why you can feel weak. En daarom voelt, kun je but when zich you zwak step voelen. Out to go with God, maar wanneer u uitstapt om met God something te gaan, something happened inside of you. Gebeurt er iets binnen. You know what happened to me many times? Weet dat er vaak met mij gebeurt? I look back at my, especially now, I look back at vooral my nu, life. Ik kijk terug op mijn leven. And I look at some of the things that I've done. En ik kijk naar sommige dingen die ik gedaan heb. Some of the decisions I've made. Sommige beslissingen some die ik gemaakt steps heb. Steps that I've made. Sommige stappen die ik genomen and heb. And I cannot get any glory from that. En ik kan daar geen enkele glorie uit krijgen. I look back on that. En ik kijk daarnaar. I say God is crazy. En ik zeg God is gek. And I was crazy. En ik was gek. How could I put in my mind to do that? Hoe kon ik in mijn gedachten krijgen you know om dat why? Te doen? Weet u waarom? Because when God spoke, want toen God sprak, I always have this picture. Heb ik altijd zo'n beeld. I come from the island. We have coast ik in the van island. De high coast and then the water. Tja, hard. Noordkang. That's so you know what it is. Noordkang. De noordkant van Curaçao. De noordkant. The water heavy. You know, I always have this. When God challenged me, this is the picture that comes to my God mind. En als God mij uitdaagt, dan zie ik dit beeld. I see myself standing on the coast. En zie ik me daar aan de kust staan. And just jump. En springen. I don't want to think. I don't want to. If God speaks, I jump. Als God spreekt, dan spring ik. If God says jump, I jump. Als hij zegt spring, dan spring ik. That's it. Zo is het. That's been my life. En dat is mijn leven. So now when I look at that. Dus nu als ik terugkijk. In the natural. In het natuurlijke. Say, man. Denk ik, wow. How could I have done that? Hoe kon ik dat gedaan hebben? Thank God. Dank God. When I did that. Dat ik dat gedaan had. I was in the spirit. Toen ik dat deed, was ik in de geest. And the spirit. En de geest. Aided me. Heeft mij geleid. To be able to do that. Heeft mij in staat gesteld om dat te doen. It's not by your own mind. Het is niet door uw eigen kracht. It's by the spirit of the Lord. Maar door de do geest van de Heer. That? Begrijpt u dat? God gave us test of time. En God geeft ons de test van tijd. And in the test of time. En de test van tijd. And some of you might be in that some right now. En sommigen zitten daar nu in. It seems like God is not fulfilling the word that he gives you. Het lijkt alsof God niet waar maakt de belofte die hij u gegeven heeft. What God is doing, he's trying your patience. En wat God doet, hij test uw geduld. And patience needs to work out. En geduld moet uitwerken. So that your faith becomes strong. Zodat uw geloof sterker wordt. It's not that God don't want to give you, but time. Het is niet dat God u niet wilt geven, maar de tijd. Time is a teacher. Maar tijd onderwijst ons. Time is an upbouwer. Het bouwt ons op. It's an edifier. Het rust ons and toe. And it edifies our faith. En het maakt onze geloof. But God, why do I need to wait? Maar Heer, waarom moet ik wachten? Because God is edifying you. Want God is u aan het onderwijzen. God is trying to make you lift up your eyes from yourself hij and look at Him. Dat u niet naar uzelf gaat and kijken, be strong naar hem. In Him. En sterk gaat worden in that Hem. That even though this thing looks like it's delaying, dat ook al lijkt het it's alsof het not uitgesteld delaying. Wordt, het wordt niet uitgesteld. Het vertraagt niet. The purpose is to grow in your faith. Het doel is om uw geloof te groter te doen. To purify you. Om u te reinigen. To make sure your motives are right. Om ervoor te zorgen dat uw motieven juist zijn. And your attitudes are in check. En dat uw houdingen juist zijn.
In that time. En in die tijd. When God comes. Als God komt. And he proves himself to be a miracle working God. En zichzelf laat zien als een wonder, als een God and die he proves himself to be a faithful God. Als een getrouwe God. To you. Aan u. Because you've been patient. Omdat u geduldig and you bent. Stood the test of time. En u bent door de test van tijd heen gegaan. You know that happens a lot when you're single. Het gebeurt heel vaak wanneer je single bent. Oh God, when? Oh Heer, wanneer? Oh. Why? Waarom? I feel so alone. Ik voel me zo alleen. God said, take your eyes off that. God zegt, richt je ogen daar put niet op. Put it on me. Maar richt het op mij. Get involved in ministry. Find something to do. In bediening, vind iets om te doen. Basically, I'm getting you ready. Ik maak je klaar. To be a husband. Om een echtgenoot te zijn. And to be a wife. En een echtgenoot te zijn. You think you're okay. You're not. Je denkt dat je oké bent, maar dat ben je niet. You will make anybody miserable, man. You will make Satan miserable. Je zal Satan miserabel maken. God needs to work in your life. And get you ready to receive the promise. God moet werken in je leven. So he put you on time test. Dus hij brengt je door de test van tijd. Another test he put you in is the word test. En een andere test is de test van het woord. When you experience circumstances that seems to nullify the written word and the promise that God made to you. Als je omstandigheden meemaakt die te niets willen maken de woorden en de something happened in your life that the word that God gives you doesn't make sense no more. Iets gebeurt in je leven en het woord van God die God aan je geeft heeft geen nut meer. You will ask how can the will of God possibly come to pass in my life? En ik denk hoe kan de wil van God nou geschieden in and mijn leven? And what we do we let go of the promises of God. En los van de beloftes van God. But I want you to know that God allows those contrary situations. Maar God laat die situaties toe, de tegenstrijdige these situaties. These are situations that are contrary to the word that he gave you. Ze zijn tegenstrijdig van het woord die God aan u gegeven because heeft. Because when the situation is contrary. Want als de situatie tegenstrijdig is. It's like Joseph. Is het als Joseph. God gave Joseph a word. God geeft Joseph een woord. God said, I will raise you up. God zegt, ik zal you je will oprichten. Be awesome and great. Je zal geweldig you will groot rule zijn. The nations. Je zal de your father and your mother will bow down before je you. En je moeder your voor brothers buigen. Will bow down before je you. Voor je buigen. The next day, de volgende dag, he's in a pit. Zit hij in een put. It contradicts what God spoke. Het is tegenstrijdig van wat God and gesproken heeft. And he's hearing his brothers. En hij hoort zijn broers. Talking about killing him. Die praat over hem te doden. God will test this word in your life. God zal zijn woord in je leven testen. Why does God do that? En waarom doet God dat? It's not that God is contradicting the promise. Niet omdat God tegen het belofte ingaat. But he's trying to accomplish certain purposes in your life. Maar hij probeert bepaalde doelen in uw leven te bewerkstelligen. That you don't know about. Waar u niks van af weet. One day, your Joseph. Op een dag, uw Joseph. Had to stand. Moest Joseph staan. As the second in command in Egypt. Als de tweede bevelhebber in Egypte. And make sure. En zeker ervan zijn. That Egypt will not get into him. Dat Egypte niet in hem zal komen. That's why God needed to test him. En daarom moest God hem testen. And give him experiences with God. En hem de ervaringen met so God that geven. When he's in that position, zodat wanneer hij in die positie is. He don't turn around and become a Pharaoh. Hij niet zal keren en een farao zal worden. But that he will remain a Hebrew. Dat hij een Hebreeuw naar zal blijven. So that he can bring his family and save his whole generation. Zodat hij zijn familie en zijn and hele generatie kan redden. And when his brothers that want to kill him stand before him. Broeders hem wel de dood that voor he could stonden, forgive them dat hij hun kon vergeven and understand en kon begrijpen because that's what he said. Want dat is wat hij zegt. God, you intended it for bad. U hebt het bedoeld voor slechte. But I can discern God in it. Maar kan God hierin onderscheiden. God intended it for good. God heeft het bedoeld voor het goede. To save a prosperity for Israel. Om voorspoed te bewaren voor Israël. It's a spiritual life that you have. Het is een geestelijke leven die u heeft. And you need to discern it in a spiritual way. En je moet het onderscheiden op een geestelijke wijze. So the word test. Dus het test van het woord. Gets you ready to receive the promise. Het maakt u klaar om de belofte te ontvangen. God uses this test to cause. En God gebruikt deze test. Us to reject our own resources. Dat we onze eigen bronnen gaan verwerpen. And to depend solely upon God's strength to bring his word to pass in our life. Alleen maar afhankelijk zijn van Gods kracht om het doel te bereiken. You know for who this is difficult? Weet u voor wie dit moeilijk is? This is difficult for some of you. Dit is moeilijk voor sommigen van u. You know you are multi-talent man. Je hebt zoveel talenten. You have many strengths and abilities. Je hebt veel krachten en mogelijkheden. You know what the tendency is? Weet je wat de neiging dan is? You're gonna make it happen. Ik zal het wel doen gebeuren.
I'm gonna make it happen. I know I can. Ik weet dat ik het kan. You see? And when you do that, you know what God will do with you? En wanneer je dat doet, weet je wat God doet dan? I tell you what He do with you. He brings you to another test. Hij brengt je door een andere test. He takes you from the word test. Hij neemt je van de word test. And He brings you in the wilderness. En Hij brengt je in de woestijn. He lets you go in the wilderness. Hij leidt je door de woestijn. But another test is the discouragement test. En een andere test is een ontmoediging. When God has spoken to you. Wanneer God het u gesproken heeft. And you go through discouragement. En u gaat door ontmoediging. And you allow circumstances. En u staat toe dat omstandigheden. And people. En mensen. Rob you from the courage that God has put in your heart. Stelen dan de moed die God in uw hart geplaatst heeft. You know how many times I've been through that? Weet u hoe vaak ik daar doorheen ben geweest? You see, when I go through that, that's a heavy test. That's a heavy discouragement test. How many of you have been discouraged lately? God is ready to lift you up from that. Ontmoedigd en God wilt u opheffen. Don't let circumstances and people take away the passion and the zeal that you have for God. Laat omstandigheden mensen niet weghalen. You know, when that happened to me, man, toen dat gebeurde, there is no better place to be than on your face before God. Er is geen betere plek om te zijn. And you cry out help. Aangezicht van God en you just cry out help. U roept uit you hulp. Don't need to have these fancy prayers. U hoeft geen mooie woorden you just cry hebben. Out help. God help me. Zeg help gewoon God help me. Because discouragement is like a demon. Want ontmoediging it's is like als een demon. It's like the right hand of Satan. De rechterhand van Satan. That's what discouragement dat is. Dat is ontmoediging. That thing will take you away from what you know to be the will of God for het your zal life. Je weghalen van wat je weet wat de wil van God is. You cannot afford that. Je kan dat niet toestaan. Because God will bless you in His will. Want God zal je zegenen in so zijn when wil. You're discouraged, dus als je ontmoedigd bent, you don't want to miss what is called prayer meeting. Wil je niet missen wat gebed of just like Moses needed help. Zoals Moses hulp sometimes nodig had, we need help. Zo hebben wij ook hulp that's nodig. Why there's something we call corporate prayer. En daarom hebben we gezamenlijk that's why gebed. We come Friday and we pray en daarom together. Komen we vrijdag om samen because te bidden. When I see you pray, you encourage me. Als ik zie dat u bidden, you make me understand mij. That I got stuff to pray for too. U doet mij begrijpen dat ik ook dingen and heb om voor you te make bidden. Me pray. En dan ga because ik ook I bidden. See you pray. Want ik zie dat u aan het bidden bent. God will lift you up. God zal u opheffen. And suddenly you feel a strength that you don't know where it comes from. En plotseling voelt u een kracht en u weet and niet waar het vandaan komt. And the strength don't come because the situations have changed. Het komt omdat de situatie veranderd but zijn. It comes because something happened inside of you. Omdat er iets binnen in u gebeurt. You see, and God, what He does with that. En God wat Hij daarmee doet. Is because God don't want you to be strong. Because everything is going good in your life. God wil niet dat u sterk bent. God don't want you to gaat. Have joy. Because everything is favorable in your life. Omdat u vreugde hebt, omdat alles God goed gaat. Wants you to be strong and have joy because you know Him. Hij wil dat u sterk bent en vreugde hebt omdat u Hem kent. Not because of your circumstances. Niet vanwege je and suddenly you find yourself en plotseling encouraged. Vind jezelf bemoedigd. You find yourself excited again. Je voelt jezelf weer and the circumstances have not changed. En de omstandigheden but now zijn veranderd. God has opened your eyes. Maar nu heeft God uw ogen now you opend. See a way out. Nu ziet u now weg eruit. You can walk with the Spirit. En u kunt wandelen and met de now Geest. You can make clear decisions with God. En u kunt heldere keuzes maken met God. And see God bring great things to happen in your life. En zie dat God grote dingen doet in uw leven. The wilderness test. De test van de woestijn. God guides you. God leidt u. A dry time in your life. En een droge tijd in uw leven. Where you're lacking fruitfulness in your life. Dat u gebrek heeft aan vruchtbaarheid in uw leven. But you know what God do in the wilderness? Maar weet wat God doet in de woestijn? In the wilderness sometimes you have nobody to talk to but God. Soms heb je niemand anders om mee te praten dan God. That's the wilderness test. Dat is de test van de woestijn. That's why He drove Jesus in the wilderness. Daarom bracht Hij Jezus in de woestijn. Before Jesus ever started His ministry. Voordat Hij zijn bediening begon. God brought Him in the wilderness. God bracht Hem in de woestijn. Where He was alone with God. Waar Hij alleen was met God. And talking to His Father. En Hij sprak met zijn Vader. The wilderness test does this. De test van de woestijn doet dit. He increases. Het vermeerdert your appreciation uw waardering for the good things that God already did in your life. Voor de goede dingen die God al reeds in uw leven gedaan heeft. You know when God brings you in the wilderness is because you start lacking thanksgiving in your life. Als God u brengt door de woestijn, dan heeft u gebrek aan dankzegging. It's almost like you can find nothing to thank God for no more. Alsof u niks kan vinden om God voor dankbaar te zijn. But when He brings you into that dry place, that quiet place, that place where there's no ministry, there's not, there's just you and God. Als er niks anders is, alleen u en God. God start making you reminisce. Dan doet God u gedenken. And you start seeing, man, God has been good to me. En u ziet van, wow, God is goed geweest. I remember that day. Ik weet oh, nog die dag. That day when oh, Jesus took my sins away. Zo Jezus mijn zonde how wegnam. Miserable I was. Hoe miserabel but ik God
God came with His joy, with His peace into my heart. Oh, my children, how God has taken care of my children. Even though we were in trouble, but God sustained us. He carried us in the times of trouble. Suddenly you start discovering there is so much to thank God for, because you're in the wilderness. When you're in the busyness of life, you become a murmurer and a complainer. You're complaining everything. You think you have so much rights that you fight with everybody. You can do nothing in ministry, because wherever you go, you fight with people, because you think people need to meet your expectations. But when God takes you and puts you in the wilderness, you become humble. Als God u in de woestijn brengt, wordt u nederig. You become humble. U wordt nederig. Humble by what He already done in your life. Nederig door wat Hij al heeft gedaan. And His goodness gedaan. In your life. En zijn so goedheid all in ons leven. These steps, God does everything with purpose. Dus God doet alles met een doel. The wilderness motivates you to seek the Lord in a consistent life of prayer and the Word of God to find the genuine source of strength, which is God Himself. Het motiveert ons om God te vinden, de echte kracht wat God zelf is. You see, my whole life I was a leader for everybody. Mijn hele leven ben ik een leider geweest voor een ieder. And my leaders were far away. En mijn leiders waren ver weg. I needed to learn to encourage myself in the Lord. Ik moest leren mezelf in de Heer te bemoedigen. And be strong in God. En sterk te zijn in God. And God never had disappointed me. En God heeft mij nooit teleurgesteld. Till this day. Tot vandaag. God is a faithful God. God is een getrouwe God. So James tells us. Dus Jacobus vertelt in 1 James verse 24 said, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, various difficult situations. Verschillende moeilijke situaties. Knowing that the testing of your faith, it produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. The Lord is my Jehovah Rohi. De Heer is mijn Jehovah Rohi. I shall not want. Ik zal geen gebrek hebben. Niks. I have given you everything that pertains to life. Ik heb u alles gegeven wat u nodig heeft God in het leven. God wants you to have those experiences. God wil dat u die ervaringen heeft. Where you come to know Him intimately and personally. Dat u Hem op een intieme en persoonlijke wijze leert kennen. And as you come to know Him, dan als u Hem komt te leren kennen, you will want to express your praise to Him, dan your gratitude u lofprijs to Him, aan hem your uitdrukken, worship to Him, uw aanbidding aan Hem. You praise Him with the names prijs, you have personally experienced. Met de namen die u persoonlijk heeft ervaren. It's a reality to you. Het is een realiteit your voor u. Your praise become powerful. Uw lofprijs wordt krachtig. Because you know what you're talking about. Want u weet waar u het over heeft. God wants you to have that. God wil dat u dat heeft. El Shaddai. El Shaddai. The all-sufficient one. De God die alles omvat. The God of the mountains. De God van de bergen. God Almighty. De God Almachtig. God is an all-sufficient source for all your blessings. God is de bron van al onze God zegeningen. God is all-powerful. Hij is almachtig. Our problems are not too big for God to handle. Onze problemen zijn niet te groot voor God om daarmee om te gaan. There is nothing. Listen, I'm talking to you here out of experience. Ik praat met u uit ervaring. Your problems are not too big for God to handle. Uw problemen zijn niet te groot voor God. Where are you going with them? Waar gaat u met uw problemen? Are you going to Him? Gaat u naar Hem? Are you going and talking to Him about it? Gaat u met Hem daarover praten? Because God told you. Want God heeft u verteld. And I told you to write it down. En Hij heeft verteld om u op te schrijven. That from eternity. Dat van eeuwigheid to eternity. Tot eeuwigheid. You said He is God. Hij is God. From the day you were born. Van de dag dat u geboren bent. Till the day you go to your grave. Tot de dag dat u naar uw graf gaat. He is God. Hij is God. He is God. Hij is God. And He will always be there for you. En Hij zal altijd daar voor u zijn. There's no reason for you to hang your harp. Er is geen reden voor u om uw hoofd naar beneden te doen. That's why Ezekiel could say. En daarom kon Ezekiel zeggen.
In the land of bondage. In the land van gebondenheid. The land of captivity. Van gevangenschap. When the children of Israel. Waar de kinderen van Israël. They stopped praising God. Ze stopten om God te lofprijzen. Ezekiel said. Ezekiel zei. I sat where they sat. Ik zat waar zij zaten. But I have seen the glory of the Lord. Maar ik heb de glorie van de Heer gezien. And God gave me a word. En God gaf mij And een God woord. And God gave me strength. En hij gaf mij kracht. No matter where you are. Maakt niet uit waar u bent. You might be like a Daniel in a strange land. U bent misschien als Daniel. You might be like a Joseph going through all this testing. Een Jozef die door al deze beproevingen heen. Having that woman lying about you. Een vrouw die over je liegt. Throwing you in prison. Dat u in de gevangenis making you a slave. Dat u slaaf People forget gemaakt. About you. Mensen vergeten over but je. I want you to know maar ik wil dat that je the weet word of God is being tested in your dat life. Het woord van God getest but wordt God in je leven. Has a day. Maar God heeft een dag. Oh, there is a day. Oh, there is a and dag. In that day. En op die dag. That's the day of the Lord for you. Dat is de dag van de Heer that voor God u. Will raise you up. Hij zal u opheffen. If you stand. Als u staat. If you be in tune with the Holy Spirit. En als u in lijn bent met de Heilige Geest. And if you allow the Holy Spirit. To make you strong. En als u toestaat dat de Heilige Geest u sterk maakt. You see, we cannot live this life without the Holy Spirit. We kunnen deze leven niet leven zonder de Heilige Geest. Stand with me this morning. Staat u op met mij deze Say, ochtend. Say, Holy Spirit, I need you. Zeg Heilige Geest, ik heb u Say, nodig. Say, Holy Spirit, I want you. Zeg Heilige Geest, ik wil Come u. In thy strength and thy power. Kom in uw kracht. Reveal yourself to Openbaar me. Openbaar uzelf aan mij. Give me that authority. Geef mij die autoriteit. Give me that new passion. Geef mij die nieuwe passie. Give me that new zeal. Geef mij die nieuwe ijver. Give me that word in my heart. Geef me dat woord in Help mijn hart. Me to meditate upon your word. Help mij te mediteren op uw Help woord. Me to fill myself with your word. Help mij mezelf te vullen Let met uw me be woord. Drunken in the spirit of the Laat living mij God. Dronken zijn in de geest van de levende God. Because I'm determined en ik ben vastberaden to walk in victory om te wandelen in overwinning and not in defeat. En niet in Lift up your hands nederlaag. And worship him. Can you worship him? Can you praise him? Kunnen we hem lofprijzen? Why don't we start thanking him for what he already done? Waarom danken we hem niet voor wat hij Some heeft gedaan? Some of you that are in the wilderness. Sommigen zijn in de woestijn. Some of you that are waiting. Some of you zijn. That the word is being tested in en your life. Het woord wordt getest in uw leven. Why don't you lift up your hands and start thanking Waarom him? Heeft uw handen niet op telling om hem te danken? That he's good. That his mercy endures forever. That he's been good to you. Hij is that he's calling u. You. That he put purpose in your life. That he gave you a family. He gave you a wife gegeven. When you don't deserve it. Vrouw, he gave you a husband when you were not deserving it. He took care of you. Hij heeft voor u gezorgd. Lift up your hands I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, oh, yes, it belongs to the Lord. I'm gonna see a victory. Yes. Whoa.
Father, this morning I want to pray for your people. Lord, I want to pray for those that are at home, those that are live streaming right now, oh God. Lord, you're speaking prophetically to our lives this morning, oh God. Lord, there's people going through stuff, oh God. Lord, yes, the enemy came in like a flood, but your word said that you will live a standard against him. You will lift up a banner against him. And Lord, this morning, you're lifting up that banner in many lives. Those at home, those here, you're lifting up that standard. And you're saying, these are my people. And if you lift up your fist, you're lifting up against me. And the Lord will fight for his people. Father, we thank you that in the name of Jesus, that your people receive strength this morning. They receive vision this morning. They receive, oh God, encouragement this morning, God. You lift them up out of the place of discouragement. And you open their eyes to see that what the enemy meant for evil, you're going to turn it around for good. To bless them, to bless their household, to bless their children, to bless their future, to bless their legacy, to bless the generations to come. In Jesus' name, amen. God bless you. God bless you. Thanks, Lord. Thanks, Lord. Zijn we niet gezegend met het woord vandaag? Aren't we blessed with the word today? Neem het mee de week in. Take it with you. Denk erover na. Think about it. Het mooie van livestream is dat je het nog een keertje terug kan kijken. The beautiful thing about recording the services is that you can watch it again. En ga het toepassen in je leven. And apply it in your life. He, want als we Gods woord toepassen, because if we apply God's word, dan gaat het werken. Then it will work. Een gezegende dienst. Have a great of een gezegende week nog. Week, a blessed week. Heb een hele fijne middag. Have a great afternoon. Vergeet niet Don't forget je te houden aan de maatregelen. To keep the rules. Vooral na de dienst. Ga niet te dicht bij elkaar staan. After the service, don't come too close. Want we willen het zo blijven doen. Ja, because toch? We want to continue in we willen way, deze right? diensten blijven hebben. We want to have those services. En daarom hebben we deze maatregelen. And that's why we have these rules. Laten we eindigen in gebed. Let's end in prayer. Vader, dank u wel voor uw woord. Uw woord is levend en krachtig, Heer. Heer, en het dringt door tot in ons binnenste, Heer, zodat het daadwerkelijk gaat doen wat het moet doen. We danken u voor de komende week, zodat we uw woord kunnen gaan toepassen en een zegen kunnen zijn voor een ander, in Jezus' naam. Amen. Amen, prijs de Heer. En vergeet niet een persoon te registreren waarvan u het weet, die heeft een kerstpakket nodig. That needs a Christmas box. U kan dat doen bij de infobalie. You can do that at the information booth. Een fijne zondag en volgens mij gaan we nog dansen. And we're gonna dance. Amen. Amen.